Michiel van Dam, de competitie is 10 wedstrijden onderweg. Welk gevoel overheerst? Nou, ik denk dat we redelijk tevreden kunnen zijn tot nu toe. We hebben een aantal keren, zeker de afgelopen tijd, wel wat te weinig gekregen voor ons spel. Maar ik denk tot nu toe positief. Ja, als ik terugkijk naar die 10 wedstrijden, denk ik dat Katwijk eigenlijk minimaal 4 punten te weinig heeft. Ja, ik denk als je misschien al naar de laatste 2 wedstrijden kijkt, dat je al tot 4 punten kan komen. Aan de andere kant hebben we aan het begin van het seizoen misschien ook wel eens een keer een puntje meegesprokkeld. En ik denk uiteindelijk dat we aan het eind van het seizoen wel dat wel rechtgetrokken staat van wat je te weinig hebt gekregen en wat je een keer mee kan krijgen. Maar goed, we hebben tot nu toe denk ik een aantal goede wedstrijden gespeeld, ook een aantal mindere. En dat moet iets constanter worden, maar ik zie het wel positief in richting de rest van de competitie. Waar heeft het aan ontbroken de laatste 2 wedstrijden? Medogeloosheid? Ja, dat onder andere. Kijk, uiteindelijk maar wil iedereen het liefst scoren. Dus niemand doet het expres een kans missen. We hebben misschien wel een aantal kansen te veel laten liggen de afgelopen tijd. Aan de andere kant, ja, dat is ook voetbal. En dan moeten we maar gewoon zorgen dat we achterin niks tegen krijgen. En dan hoef je er ook niet veel te maken. Die kreeg je wel zaterdag. Eigenlijk een onterecht gelijkspel. Want Katwijk was eigenlijk beter dan Spakenburg. Wat wordt er dan direct na de wedstrijd in de kleedkamer gezegd? Nou, dan zijn we wel kritisch. Uiteindelijk, het is niet zo dat we denken van, goh, we hebben een goede wedstrijd gespeeld. Er is echt een stukje teleurstelling dat van jongens, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat we dit laten liggen? Zeker hier thuis moeten we gewoon ook van dit soort ploegen winnen. En als je een goede wedstrijd speelt, dan mag je ook alsnog wel kritisch zijn. Ja, 1/3 van de competitie en de spelerscarousel is alweer op gang gekomen. Kozakken Boys heeft de primeur met Mehmet Soenmes van Barendrecht. Het lijkt wel steeds eerder te beginnen elk seizoen. Ja, dat is een beetje de tendens de afgelopen jaren. Je ziet het steeds vaker. We hebben hier bij Katwijk is er iets anders afgesproken dit jaar. Dus we beginnen daarin juist als groep iets later. En ik denk dat dat op zich ook niet zo gek veel uitmaakt. Ik bedoel, het houdt iedereen scherp. En het wordt elk jaar vroeger. Aan de andere kant, er zijn ook jongens al 2 jaar vastgelegd die ook al vast liggen voor volgend seizoen. Dus ja, dat zie je dat het steeds professioneler wordt. En wanneer is dat iets later dan, met het trainingskamp? Ja, dat zal rondom het trainingskamp gaan gebeuren, ja. Dan onze aankomende tegenstander, Kozakken Boys in Werkendam. 5 wedstrijden hebben zij thuis gespeeld. Ze hebben er 4 gewonnen, waarvan ook 4 ruim en slechts 1 keer gelijk gespeeld. We kunnen onze borst nat maken daar. Kozakken Boys is altijd een goed elftal geweest. We hebben daar nog nooit heel makkelijk van gewonnen. Dus we zijn gewaarschuwd. Aan de andere kant is het ook zo dat we moeten van onze eigen krachten uitgaan. We spelen afgelopen wedstrijden gewoon goed. En dat moeten we moeten zo doorgaan. En dan moeten we ook gewoon bij Kozakken Boys kunnen kijken wat we eruit kunnen halen. En ja goed, we gaan altijd voor de winst natuurlijk. De laatste keer dat we daar waren, maakte iemand de 3-2. Met zijn hoofd. Weet je nog wie dat was? Nee, help me. Dat was jij. Het was het jaar waarin we uiteindelijk wel degradeerden. Maar toen een lichtpuntje. Toen wonnen we 3-2. En het jaar daarvoor in ons kampioenschap van de topklasse wonnen we zelfs met 4-0. Dus de resultaten in het verleden bieden houvast voor de nabije toekomst. Houvast, ja, maar geen garantie. Dus we zullen 100% moeten geven. En we zullen er vol voor moeten gaan. En dan kunnen we van iedereen winnen uiteindelijk. Heb je meegekregen wat speler Everton Pires-Tavares zei op Kozakken Boys TV qua uitslag zaterdag? Nee. Hij zei dat het 3-0 werd voor Kozakken Boys. Nou goed, hij mag het altijd hopen toch?